Een verkenning door het prachtige Kyoto, gesticht in 794 als hoofdstad van vrede en rust. Dit gebouw stamt uit 1164 en is het langste houten gebouw ter wereld. In het gebouw bevinden zich 1001 vergulde beelden van Kannon. De beelden hebben een veelvoud aan handen en zijn op één na allemaal originelen uit de 12e en 13e eeuw. Jammer genoeg was het verboden om foto's te nemen of te filmen. Deze tempel in Kyoto is één van de meest gevierde tempels van Japan. Kiyomizu-dera Tempel. De naam van de tempel betekent helder watertempel, ontleent zijn naam aan de waterval waarbij hij in 780 werd gesticht. Al ruim 1000 jaar beklimmen pelgrims de hellingen om te bidden tot de 11-koppige Kannon en te drinken aan de heilige bron. Een tempel van de Hosso-boeddhisten, die de leer van Kannon volgt, de godin van mededogen. De gebouwen dateren uit de 17e eeuw en omvatten een hoofdhal die is aangewezen als nationaal erfgoed. Het pand zelf, met 139 imposante houten steunberen, is ook ronduit indrukwekkend. Via een lange trap omlaag komt men aan de plaats waar gelukswater wordt geschept. De winkeltjes en snackzaakjes hebben er een lange bestaansgeschiedenis. De oude hoofdstad is een van de favoriete steden van Japan. Er zijn alleen al meer dan 1000 boeddhistentempels en nergens ziet u zoveel fraai historisch uitgedoste dames. Voor het echte oude Japan breng je een bezoek aan de oude keizerlijke stad. Doorheen het pittoreske Sanenzaka-steegje ontdekt men de Ryozen Kannon-tempel. Een 24 meter hoog kanonbeeld, opgericht ter nagedachtenis van omgekomen onbekende slachtoffers van in de Tweede Wereldoorlog. Men gaat een theehuis nederig binnen door een lage ingang, alle wereldse gedachten aan status en rijkdom achter zich latend. Thee werd in de 16e eeuw vanuit China naar Japan gebracht door Japanse monniken. Sinds die tijd is de drank een essentieel onderdeel van de lokale cultuur.
Van de chawankom worden thee in kleine matcha-kommen gegoten en vervolgens wordt deze uitgedeeld met de afbeelding naar de ontvanger gericht. Die pakt het kommetje met twee handen aan en draait het 180 graden met de klok mee. De thee wordt in drie langzame teugen gedronken. Het doel van de theeceremonie is het zuiveren van de ziel door eenwording met de natuur. Japan is een voorloper voor wat betreft robotica, met dagelijks meer en meer van deze mechanische wonderen. Fushimi, dat verborgen water betekent en gewijd is aan Inari, de goddelijke beschermer van de oogst en in het bijzonder rijst en sake. Een goede opbrengst stond garant voor maatschappelijk succes. Dat is de reden dat hier opvallend veel welgestelde CEO's van bedrijven hun dank komen betuigen. Een berg vol oranje-rode poorten, bewaakt door vossen. De tori, de oranje-rode poorten zijn offergoederen, de namen van de gevers, hun lijf- of bedrijfsspreuk en datum van schenking staat op de achterzijde van elke poort. Dit enorme tempelcomplex ten zuiden van Kyoto met duizenden helder rode tori die eindeloos heuvelopwaarts lijken te gaan, is een van de mooiste bezienswaardigheden van Japan. De gemiddelde levensduur van de tori is een jaar of 10. Om nog langer naar de gunsten van Inari te dingen, zal de tori vernieuwd moeten worden. De grote poorten kosten soms wel meer dan een miljoen yen. De functie van een tori is om de grens te markeren tussen het alledaagse en het spirituele. Diverse dieren vervullen een rol als goddelijke boodschapper. Inari maakt daarbij louter gebruik van vossen. Bedoeld als dankzegging voor welvaart, het spirituele effect krijgt men al lopend de heuvel op. Meer dan 4 kilometer lang beslaat deze route vol met poorten.
Hoewel het ontwerp bekritiseerd is, omdat er geen traditionele Japanse motieven in zijn opgenomen, is het station ontegenzeggelijk opvallend. Op de brede stationstrap zijn steeds wisselende lichttaferelen te zien. Het station is ontwikkeld ter gelegenheid van het 1200-jarig bestaan van de stad. Een glanzend complex met hoge ruimten, glazen wanden en veel trappen. In het station is het winkelcentrum gespecialiseerd in kunstnijverheid en levensmiddelen. Japan is een culinaire excursie. Teppanyaki is een moderne Japanse manier van koken. Ingrediënten als vlees, vis en groenten worden bereid op een hete grillplaat. In restaurants staat de chef-kok voor de klanten die aan een soort bar rond de grillplaat zitten. Teppanyaki betekent letterlijk grillen op een ijzeren plaat. Omdat de grillplaat erg heet is, soms wel 400 graden, worden de teppanyaki-ingrediënten direct dichtgeschroeid. Het eten is slechts licht gearomatiseerd met sojasaus, azijn, zout en peper en soms knoflook, zodat de smaak van het ingrediënt zelf naar voren komt. In een volgende film krijgt u een zicht op Nara en Osaka.